We voelen ons nog zeer welkom in Suriname. Woorden van Arjan Kers, CEO van TUI Fly in Nederland. Kers zegt dat zijn reisorganisatie zich nog welkom voelt door de warme ontvangst die hij en Manfred Lahey, product manager van TUI Fly, hebben gehad bij verschillende instanties die ze hebben aangedaan. Volgens Kers wordt de samenwerking met de Surinaamse luchtvaartmaatschappij niet verlengd, omdat partijen elkaar op enkele punten niet konden vinden. Na lang aandringen gaf hij aan dat de keuze van de SLM om geen Dreamliner aan te schaffen mogelijk ertoe heeft geleid dat de overeenkomst niet wordt voortgezet. Was het zo dat die samenwerkingsovereenkomst zou vervallen? En dat zou je eigenlijk verlengd moeten worden? Ja, hij moest ook verlengd worden. Hè? Dus de samenwerking liep. Hè? We hebben gesproken over de toekomst. En in de toekomst hebben we ook gesproken over de verschillende typen vliegtuigen. Wat een heel belangrijk onderdeel is geweest in de discussie. Hè? Want niet vergeten dat wij vandaag de dag met de Dreamliner vliegen. En wij ook graag hadden gezien dat de SLM natuurlijk de keuze had gemaakt voor een Dreamliner. Want dan kun je veel makkelijker dingen op elkaar afstemmen. Hè? Nou, daar moest een keuze over gemaakt worden. En volgens mij heb ik gelezen in een van jullie pers of artikelen dat de keuze uiteindelijk van de SLM op een ander type vliegtuig is gevallen. Ja? En dat daar ook, ik weet niet of dat correct is, maar dat daar ook best wel wat discussie over geweest is volgens mij binnen de SLM zelf. Of dat wel de juiste keuze is geweest. Nou ja. Voor ons het ideale plaatje had geweest dat de SLM natuurlijk voor een Dreamliner had gekozen. Dan kun je elkaar natuurlijk ook veel beter ondersteunen in dit geval. Ja, maar ja, als de SLM daar zelf een andere keuze in gemaakt heeft, dat kan zijn. Dat is hun taak natuurlijk. Een van de punten hebben gehoord. Kers benadrukt dat de samenwerking met de SLM 3 jaar terug begon toen Robby Lajsmising directeur van de SLM was. Zijn organisatie en de SLM-directie onder leiding van Gerard Lau konden elkaar echter niet vinden op enkele punten over de toekomst. Nu er een nieuwe directeur bij de SLM is, sluit Kers niet uit dat de gesprekken over de toekomst wederom opgestart kunnen worden. Feit is dat zijn reisorganisatie per november op eigen kracht 2 keer per week naar Suriname zal vliegen. De TUI Fly CEO vindt het niet in de haak dat er nu opgeroepen wordt om daartegen te protesteren. Er zijn mensen die een protest hebben aangekondigd op 2 november. Omdat ze vinden dat eigenlijk de SLM de enige sandwich zal worden tussen de KLM en TUI Fly. Wat is uw reactie? Ja, dat vind ik natuurlijk heel erg jammer, ja, want 3 jaar geleden vonden de mensen allemaal te springen natuurlijk dat wij hier kwamen om deze route natuurlijk in de markt te gaan zetten. Op dat moment was er vaak toch wel wat negativiteit rondom dat er maar 2 partijen in de markt waren. Ja. Dus wij zijn toen 3 jaar geleden daarbij gekomen om te zorgen dat die taart een stukje groter zou worden. En als je dan nu een aantal mensen ziet die dat misschien anders interpreteren. Gelukkig is dat maar een heel klein groepje. Ja. Moet je eerlijk zeggen dat wij veel positieve reacties krijgen. En ik heb van de week ook even het bericht gelezen. En als je dan de reacties eronder ziet, dan zie je ook hoe de rest van de mensen erop reageren. Maar ik vind het aan de ene kant wel heel erg jammer. Ja. Het doet me ook best wel een beetje pijn. Want aan de andere kant, dit is niet echt een goedkope operatie die je neerzet. Wij investeren hier heel veel energie in. In Nederland werken er bijna 2.500 medewerkers van TUI die super gemotiveerd zijn om te zorgen dat we natuurlijk ook deze bestemming op een mooie manier kunnen verkopen. Ja, en dan is het niet fijn om te zien dat het ook een aantal mensen zijn. Maar ja, dat hoort erbij. Je hebt natuurlijk altijd verschillende opinies. Daar moeten we ook naar luisteren. En dat doen we ook zeker. Maar ja, het is wel even een teleurstelling als je dat dan even leest. Van ja, zijn deze mensen wel goed geïnformeerd? Het gaat niet om dat wij hier een gedeelte van de SLM weg aan het pakken zijn. Tegenovergestelde. Wij dragen bij aan een nieuw segment. Ja? En dat segment moet eigenlijk, wat we al zeiden, het aantal toeristen die hier naar Suriname komen vergroten. En dat is uiteindelijk het uitgangspunt voor iedereen. Ja, niet vergeten dat op het moment dat je zoiets gaat doen, draagt dat ook bij aan de economie van Suriname. En dat is wat we niet moeten vergeten. We staan hier ook met onze agent Purity Tours, die ook op een bepaald moment een hele belangrijke rol speelt. Ja, we zijn nu ook zorgen dat de tickets via Purity Tours verkocht kunnen worden hier in Suriname. Kers geeft verder aan dat de hotels die de delegatie gisteren heeft bezocht heel tevreden zijn met de toeristen die met TUI Fly naar Suriname zijn gereisd. Dit betekent dat de organisatie een bijdrage levert aan de economische groei in de toerismesector.